met Liz van Vliet. En Liz die doet heel veel met witloos hoofdstellen. Sterker nog, het is je beroep. Ja. Wil je iets meer over uitleggen en over jouw bedrijf? Oké. Nou, mijn naam is Liz van Vliet. Ik ben nu als in mijn vak witloos hoofdstelfitter. Dus het is wel echt iets nieuws. En, waar ik tegenaan liep, hoe ik hier eigenlijk ben gekomen, is misschien ook wel leuk om te weten. Ik ren mijn paard al diverse jaren witloos. Ik heb een ex-manege paard met de nodige rugzak. Ik kwam iemand tegen, een keer op internet, en die was daarmee bezig, witloos rijden en dat soort dingen. Dat was erg gaaf om te zien. Yeah. En toen dacht ik van, wow, dat wil ik eigenlijk ook kunnen. Zoals klein meisje was dat al. Ik weet niet, 10 jaar, 14 was misschien. En toen ben ik die overstap gaan maken naar witloos rijden. En altijd zomaar een hoofdstel gehad. En op een gegeven moment kwam ik vanuit mijn opleiding tegen van, ja, kwam ik een witloos hoofdstelfitter tegen. Ja, en welke opleiding deed je? Ik deed paardrijopleiding. Leuk. Ja, heel iets anders, heel breed. Ja. En dit is dan weer heel specifiek. En op die manier ben ik eigenlijk ingerold. Toen ben ik me gaan afvragen, oké, waarom doe ik nou de dingen die ik doe? Waarom kies ik zomaar een hoofdstel? Waarom kiezen mensen zomaar een hoofdstel zonder daar eigenlijk... Omdat er een leuk frontlimitje op zit. Ja, maar ja, dan is de vraag, is het ook echt het juiste hoofdstel voor het paard en voor jullie als combinatie? En dat is dan de volgende stap. Dus daar ben ik maar in gaan verdiepen. En toen ben ik eigenlijk hier terecht gekomen dat ik er gewoon met een pitloos hoofdstel uit ben gekomen. En dat is nu mijn specialiteit. Ik ben heel benieuwd. Dan ben je nu hier en we hebben corona, die is af en toe een beetje wildbaar. Wat ga je eerst doen? Wat ga ik eerst doen? Wat ik als eerste doe is dat ik altijd even check van oké, wat doe je met het paard, wat wil je ermee, op welk niveau. En dan weet ik gewoon ongeveer een beetje geïnventariseerd van oké, waar ben ik aan toe. Dus het maakt heel veel uit of je zeg maar een hobbyruiter bent of dat je in de Grand Prix wil rijden. Uiteindelijk niet. Een goed hoofdstel, goede omgevingsdingen is uiteindelijk heel belangrijk. En daarom bedrijfstaken voor om mensen en paarden natuurlijk in balans te zetten. Ja. Echt in hun kracht. En dat doel is heel breed. Ja. En dan ga je dus uiteindelijk kijken van oké, weet je, dat is wel. Maar ja, voor het leuke frontwindje, je hebt verschillende type hoofdstellen en er zijn ook variaties gelukkig. Ja. Dus dat is dan ook wel leuk om te experimenteren. Dat je naast echt een goed hoofdstel van ja, ook een leuk hoofdstel hebt. Kijk, dus het kan allebei. Het kan allebei. Dat is op zich al een waarom maar halfwerk in. Ja, precies. Ja, leuk. Ja. Dus je gaat eerst haar nakijken? Ik ga nu haar nakijken. Dan gaan we het eraan opzalen. Dan ga ik jou bekijken met het hoofdstel wat je nu hebt. Ja. Yeah. Nu beeld is, beweging van paard enzovoort. En dan ga ik kijken waar ik je nu mee kan helpen. En hoe leuk is dat? We gaan kijken. Ja. Je hebt vanuit de osteopathie en de craniosacraal heel veel verschillende dingen. En daar kun je ook naar kijken. Je kunt nog kijken hoe recht je paard is qua symmetrie. Dat heeft allemaal invloed op hoe je paard eigenlijk in elkaar steekt. Hoe die in zijn vel zit. Hoe die zich voelt. En wat zie je bij haar? Bij haar zie ik iets scheefheid, maar niet specifiek. Ik ben ook geen specialist, dus daar ga ik me verder niet in verdiepen. Maar ik check er wel op. Dus dat is wel prettig om te weten. Je hebt altijd dit bordje. Ik ga dat? Even naar het bordje. Ja, ik ken het bordje. Oké. Dat als je weet hoe een paard in zijn skelet in elkaar steekt, dan weet je ook hoe het ongeveer zit. Ja. Dan mag ik hieruit opmaken dat zij het graag op de voorhand loopt. Ja, nog te veel. Ja, klopt. Nog te veel. Ja. Ja. Dus dit zegt daar iets over. Want als zij echt op de achterhand komt, dan zal dit zacht worden en dan zal het bordje eigenlijk verdwijnen en dan kun je het niet meer voelen. Oké. Dus we moeten het botje blijven voelen. Nou, we moeten hem eigenlijk niet meer gaan voelen. Ja, oké. Maar we moeten aan het botje voelen hoe goed het gaat eigenlijk. Dat kun je op die manier controleren inderdaad. Meestal als ik heb gereden zelf, dan check ik ook altijd het paard op warmte bezweet. En waar het is bezweet, daar is het paard aan het werk geweest eigenlijk. Oké. Dus meestal als ik wil controleren dat het paard echt... 100% aan het werk is geweest. Oh, dat was gemeen, hè? Sorry.
Dan kan ik dus checken op zweet. Okay. Als mijn paard goed op de achterhand heeft gelopen, dan is dit gedeelte dus bezweet. Okay. Dat is ook een goede tip. Ja, onder andere ook de buikspieren. En dan is het de bedoeling dat als je eigenlijk je paard schudt, dan is het dus belangrijk dat hij hier los is en ook in zijn kaak. En dan zie je inderdaad, wat je al bevestigde, dat Verona daar nog wel enigszins vast zit. Ja, en de kaak heeft ze echt wel... Kijk, als ik zo Verona's rug voel, dan is die gewoon zacht en ontspannen. Ja. Zo doe. Dan is het dus eigenlijk gewoon een beetje flubberig. Dus dat betekent dat ze daar heel fijn kan ontspannen. Ik denk dat dit ook wel een gevoelig paard is, als ik dat ja, zo zie. Ja, klopt. Dus dat ik kan er geen zadel zomaar op leggen. Het moet echt helemaal passen. En dan nog een kussentje eronder. De hoeven zeggen ook heel veel over een paard. Ze zeggen altijd no hoof, no horse. Ja. Dat heb ik ook wel heel erg zo ervaren. Kijk, je ziet hier dat dit enigszins hard is. Het belangrijke van hoeven is dat ze eigenlijk de zool zelf loslaten. Ja. Dus vanuit de natuur zouden ze alles zelf kunnen... Regelen, noem maar op. Het belangrijkste vind ik altijd de rugspieren, bekkenspieren. Dat die gewoon goed zijn. Kijk, een paard is officieel niet gemaakt om mensen te dragen. Dus dan is het super belangrijk, of je nu recreatieruiter bent of niet, dat je jouw paard leert jou te dragen. Ja, precies. Dat ze vanuit de rug draagt en niet vanuit... Ja, want dat helpt voor de duurzaamheid van het paard. Ja, precies. Ik merk dat ze hier nog wat moeite heeft met haar buikspieren erbij pakken. Dus in de rug lukt het haar niet helemaal om omhoog te veren. Nee, klopt. Dat zijn een aantal dingen om nu te zien. Wat ik net aan het begin al vertelde. Ik ben over het algemeen geen voor- of tegenstander van wat dan ook. Ik zeg altijd zoek naar de juiste oplossing voor jou en je paard. Want dat is het allerbelangrijkste. Is ook zo. Tanden kon ik weinig zo snel vinden. Gelukkig, het is dus behandeld. Super, nou hartstikke leuk. Wat vind je van haar? Ik vind, weet je wat je al vertelde, wat ze had meegemaakt ook en dat ze echt wel last had in haar rug en bekken, vindt ze wel heel moeilijk. Dus daar kan ik al verschillende dingen uit opmaken als ik er straks waarschijnlijk zie rijden. Ja. En verder moet ik zeggen, vind ik er gewoon qua uitstraling super uitzien. Ik ben heel nieuwsgierig wat ik voor je kan tekenen. Cool. Nou, ik ga het spullen pakken. Zoals ik net vertelde tegen Rebecca, zal al even in de camera praten, dat is wel handig. Is dat ik altijd eerst bekijk hoe de combinatie nu is, hoe de beweging is van het paard. Je kunt altijd kijken vaak naar binnen achterbeen, binnen of binnen voorbeen, hoe die aansluit. Als het paard prettig op de achterhand komt, gaat die vaak in een soort driehoek sluiten. Nou, als je zo meekijkt, dan zie je dat die driehoek nog niet helemaal gesloten is. Nu is het ook nog warm stappen, dus dat is wel heel enthousiast. Maar dan kun je wel kijken van in hoeverre draagt het paard zijn eigen gewicht. In hoeverre is de beweging prettig in balans. In hoeverre is de bovenlijn één geheel, dus vanaf de hak van het paard naar de atlas tussen de oren. Dat is meestal waar ik naar kijk. En ik heb Rebecca even gevraagd om gewoon te rijden zoals ze altijd rijdt. Dus stap, draf, galop. Keertje halt houden, keertje achterwaarts. En vanuit daar kan ik al verschillende dingen opmaken om de keuze naar een ander hoofdstel te vergemakkelijken. Te verduidelijken eigenlijk. Wat Rebecca ook al vertelde, en dat staat misschien ook op je YouTube kanaal, is het tongprobleem wat Verona heeft. Tongproblemen zijn vaak erg onduidelijk. Soms komt het alleen door het bit, dus het zou leuk zijn als we het daarmee kunnen oplossen straks. Je hebt ook kans dat het al vanuit verschillende blokkades in haar lichaam voortkomt. Ik heb wel eens een verhaal gelezen, wel eens kennis opgenomen over thermografie. En er was ook een paard met tongproblemen. Die is echt helemaal door de scanner gegaan. Echt alles erop en eraan gehad, totdat alle blokkades weg waren. Toen... Na dat en een stukje training was het tongprobleem weg. Juist, want nu begint ze achterop te komen. Okay. Ik weet niet of je het verschil merkt.
Maar ze gaat iets meer omhoog springen van voor. Ja. Dus nu merk je het verschil tussen wat jouw zit en houding eigenlijk doet. En ze begint ook iets makkelijker los te laten over die rug. Voor de bovenlijn. Ja, super. Kijk, nu komt hij. Heb je gelijk een heel ander paard. En dan komt het binnen. Ja. Fantastisch. Dus dan merk je wat al het verschil is in je rijden. Ja. Van het vlakke teugels nu. Leg jouw focus eens op haar buitenoor. Dus in plaats van dat je mee naar binnen kijkt, ga je naar haar buitenoor kijken. Juist. Ja, nu maak ik het moeilijk voor haar. Heel goed. Super hoor. Dan ga je zo weer terug. Ze heeft ze gelijk spierpijn straks. Het is wel leuk om te zien hoe ze nu heel anders beweegt al met alleen het kijken naar haar buitenoor. Ja. Wat je net ook voelde, was wel erg mooi om te zien. Ja, je kan er ook zelf op focussen en dan meekijken, maar dat is ingewikkelder. Ja. Vaak is het ook zo, als jij alleen soms al denkt om een overgang te maken, dan gaat je paard al. Dus zo onbewust reageert jouw lichaam en zo onbewust of bewust reageert jouw paard erop. Oké, ik heb genoeg gezien. Dan ga ik even naar de auto en dan ga ik hoofdstellen zoeken. Leuk. Goed zo. Ben benieuwd.